Hele goede morgen. Het is vandaag 1 maart en ik heb net aangekondigd dat ik vandaag de 30 dagen challenge doe. Want ik ga vanaf vandaag elke dag vloggen voor 1 maand lang. Ik hoop dat ik het volhoud, want ik heb er echt heel veel zin in en ik wil het al heel erg lang. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen. Ook heb ik niet altijd wat te doen of iets bijzonders om te doen. Ik heb niet een speciale leven en soms heb ik gewoon echt luie dagen. Soms heb ik heel drukke dagen, maar ik wil het gewoon weer graag doen en kijken hoe het me vergaat. Dus bij deze welkom bij de eerste, nou ja, nee, ik heb hiervoor nog eens 5 vlogs die online komen, want ik werk natuurlijk vooruit. En dit is ongeveer de 6e vlog eigenlijk van de challenge, dus dat gaat op zich ook wel goed. Dus welkom bij een nieuwe vlog van mij. Ik heb trouwens net echt een leuk pakketje gehad waar ik best wel een tijdje op zit te wachten. Want in mijn vorige vlog hebben jullie gezien dat ik allemaal nieuwe dingen heb gehaald voor mijn huis. Waarvan zo'n, wat was het nou, een veer die goud is. Ik vond die toch niet leuk genoeg of zo. Dus ik heb iets anders besteld. Ik laat jullie even zien wat ik heb besteld. Zoals jullie weten heb ik dus deze vaas hier. Met bloemen erin. En toen dacht ik, misschien is het eigenlijk wel mooi als ik eigenlijk een beetje eenzelfde soort vaas koop. Maar dan voor het tafeltje die dan dus daar staat waar de gouden veer eerst op stond. En die heb ik dus gevonden. En ik heb die besteld. En hij ziet er zo uit. Kijk, het lijkt er echt op. Het is niet van dezelfde winkel. Kijk, hij lijkt er echt op. Alleen is deze natuurlijk een stuk kleiner. Het lijkt me nu niet zo, maar het is echt een stuk kleiner. En mijn idee is om deze dus op wat kleine tafeltje te doen. En deze takken. Ik moet er nou wel echt meer kopen, want ja, het is best wel een brede pot, zeg maar. En op internet dacht ik dat die wat veel smaller was. Dan was het echt veel mooier natuurlijk met dit. Maar hij is dus niet veel smaller, maar ik wil hem toch houden, want het past er gewoon perfect bij. Mijn idee is dus om deze takken zo erin te doen. Het ziet er nou heel raar uit zo. Maar ik moet er dus veel meer van deze kopen. Anders ziet het er echt heel raar uit. En die komt dus op die tafel te staan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ik leg wel even de camera zo neer. Even kijken. Zien jullie mij nu zo? Ja, weet je wel. Kijk, dit is het tafeltje voor de mensen die het nog niet hebben gezien. Hij ziet er zo uit. Dus dan weten jullie dat. En ik ga hem nu erop leggen. Kijk wat voor effect dat heeft. Even kijken hoor. Kijk. Dit is een beetje het idee. En dan wel echt met meer takken natuurlijk. Want dit is echt niet mooi. Dit vind ik wel echt minder mooi. Maar dit moeten we even wat netter gaan afwerken in huis. Maar dit is tot nu toe wel echt mijn favo. En het past zo mooi bij elkaar. Het lijkt wel een setje. Zo, wij gaan lekker lunchen. Ik heb een omeletje gemaakt met tomaat, ui, kip, zout, peper, een beetje kaas. En voor daarna lekker aardbeidjes. Mijn haar wil vandaag niet zo mooi zitten hier. Sinds ik het heb geknipt, wordt het niet meer zo strak als eerst. En dat vind ik heel erg jammer. Want dat is eigenlijk precies wat ik wou. Wat ik nu ga doen is gewoon gel. Zo, mijn handen. En dan gewoon even eroverheen. Dat het een beetje strak blijft. Zo. Want anders is het echt niet mooi. Als je je haar zo vast hebt en het is echt niet mooi gedaan, dan, ja, dan is het hele effect eigenlijk ook gelijk weg. Kijk, en dan kan ik het daarna. Oh, niet zo naar achter, dat vind ik niet mooi. Echt zo wil ik dat hebben dan. Zo, kijk. Dit vind ik altijd zo mooi. Dit, zeg maar. Weet jullie echt dat ik echt babyhaar vind ik echt, echt bijna het mooiste wat er is bij, bij vrouwen. Ik vind het echt zo cute. Denk maar aan Jennifer Lopez. Oh, I like it. Ik wou dat ik dat had. Ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Ik heb hieronder een beetje babyhaartjes, maar niet zeg maar voor. Terwijl ik het echt heel erg mooi vond. Ik wil echt dat ik hier zeg maar gewoon babyhaartjes had. Ik zou het echt nooit weglezen. Ik ben echt wel een vrouw daarvan. Ik heb net de video lopen editen waarin ik aankondig dat ik elke dag ga vloggen. En ik heb hem net online gezet en ik ben echt heel erg benieuwd naar de reacties. Hij is net weg en hij komt pas 's nachts terug, want hij heeft een afspraak in 2 shows. Dus ik heb me voorgenomen om me gewoon even snel aan te kleden, want ja, van onder heb ik gewoon nog een pyjama.
En even zelf naar de woonsoort te gaan. Want ik wil heel graag die takken nog gewoon bijkopen. En ik wil nog een paar accessoires voor in het huis. Want ik heb nog een dienblad gekocht. En daar moeten ook allemaal nog leuke dingen op. Dus ik denk, ja, laat ik gewoon even lekker actief zijn vandaag. Even snel omkleden. Dus ik was op zoek naar mijn katjes. En ik heb er één gevonden. Kijk eens waar ze zit. Hé, hey, stouterd. Wat zit je lekker op een stoeletje? Och, och. Waar is die ander? Waar is die ander? Lira. Hi. Hallo. Oh, ben je mooi zo zeg. Zo, aangekomen bij Woonstoort. Zit trouwens in Capelle. Echt een superleuk winkeltje. Ik kan even alles halen voor in je huis. Ja. Nou, ik dacht voordat ik een uurtje alleen in deze winkel ga spenderen. Ga ik even lekker een koffietje drinken. En ik heb mijn sucreem mee. Dat is wel handig. Oké, mijn doel is om die takjes dus te scoren. Maar ik heb dus laatst ook super mooi dienblad gekocht. Tenminste, ik denk dat die mooi is. Want ik heb hem nog niet in het echt gezien. Ik heb hem online besteld. En ik moet er nog wel eens een paar leuke accessoires erop. Dus ik hoop dat ik echt iets ga vinden. Zo, even een karretje pakken. Kijk, eentje hoe leuk het eruit ziet hier. Ik zit helemaal in mijn element nu, hè. Ik was dus de vorige keer met Nessie zeg maar naar Loods 5 gegaan. Een soort gelijke winkel zeg maar. Maar mannen hebben hier dus echt helemaal geen geduld voor. En nu kan ik eigenlijk op mijn gemak gewoon overal rondkijken. Kijk, ik heb zoveel dingetjes. De man heeft hier echt helemaal geen zin in. Ik ben net klaar. Ik ben hartstikke geslaagd. Ik heb echt leuke dingetjes gescoord. Ik heb die takjes gevonden. Ik heb nog meer bloemen erbij gehaald. Want ik vond mijn vaas in de keuken nog niet vol genoeg. En ik heb nog een paar leuke accessoires, fotolijstjes gehaald. Echt leuke dingetjes ertussen. Ik ben er heel erg blij mee. Hoe laat is het nu eigenlijk? Etenstijd. 5:00. En ik ben vandaag alleen. Even kijken wie er met mij wil eten, jongens. Ik ben zo lonely. Ik rij nu naar Honi om haar op te halen van werk. En het is gewoon vrijdag. En het is zo rustig op de weg. Gewoon niet normaal. Kijk. Hoe chill. Ik ben inmiddels met Honi. Nu horen ze gewoon dat je zegt dikke hulp. Zij gaat zich altijd goed, heel haar haar goed doen en zo voordat ik ga filmen. Ja, en met Nielsa natuurlijk. Nielsa, kijk, Nielsa is een collegaatje van Honi. Dat is onze mattie. Maar wat ik wou doen. Ik wou even. Want Honi die beschrijft zichzelf als lief. En ik zei als iemand jou moet beschrijven, dan komt lief. Dus Nielsa, beschrijf Honi in 5 woorden. Ik doe het je mee, ja? 1. Loyaal. Ja. Eerlijk. Ja. Ja. Loyaal. Pittig. Ja, pittig. Maar waar is lief dan? Nee, ze is wel lief. Ze kiezen mensen uit waar ze hebben. Koppig? Ik ben selectief lief. Ja, precies. Ik ben selectief lief. Selectief, ja. Selectief lief. Dat ben ik ook. Ja. Dat telt niet. Oké. Maar, oké. Wat ben je nog meer? Ik ben warm. Wacht. Hoe beschreef je jezelf ook alweer in een sollicitatiegesprek? Wat was de vraag en wat was jouw antwoord? Die wil ik hebben. Wat was de vraag? Dat was in die boot, toch? Alsof we een boot waren. Welke plek? Nee, die niet. Nee. Ik had gezegd, ik ben. Wat was de vraag? Ik ben open-minded. Nee, maar wat was de vraag? Let op, mensen. Ze vroeg tijdens een sollicitatie. Noem 1 woord. Wat is nou typisch Honi? In een sollicitatiegesprek. Wat zei jij? Ik ben open-minded. Open-minded! Ik ben wel eerlijk. Maar wat hebben zij daar nou aan? Open-minded. Ja, nou, ik ben gewoon zoals ik ben. En wat was de reactie van die vrouw? Hij zal eens lachen. Wij zijn nu bij de Turk, tenminste wij zijn onderweg naar de Turk en wij gaan daar lekker kufte eten. Ik heb er echt zin in. Wat ik wou zeggen, ik kijk eigenlijk heel de week al uit naar vrijdag. Want vandaag gaat Jordan Woods dus aanschuiven bij de Table Talk. Heet dat zo? Ik weet het niet, maar in ieder geval. Vandaag komt het dus online op Facebook wat zij te zeggen heeft over dat hele vreemdgaan met Tristan Woods, de ex van Khloe Kardashian. Ik ben echt zo erg benieuwd en volgens mij
moet het zo online komen. Dit is mijn bestelling. Ik heb lekker kipten en deze zijn hier echt de beste gewoon. Met salades die ik al bijna op heb. Ik mag de wortels helaas niet. En ik mag deze ook niet. Zo jammer. Maar goed, ik ga genieten van. Ik heb heerlijk gegeten. Maar jongens, kijk eens wat er online is gegaan. Ik ben nu bij een tank. En ik ga nu echt even dit kijken, man. Ik ben zo benieuwd wat hij te zeggen heeft. Ik ben net thuis en Honey is mee. Honey die vond... die vindt deze vaas met de bloemen, die zie je nou niet zo goed. Deze. Die vindt ze heel erg mooi. In ieder geval, we hebben net in de auto onderweg naar huis. Hebben we dus even een filmpje gekeken van Jordan. Over de hele situatie. Ik vind haar best wel een beetje... ik vertrouwde haar niet echt, hè, Hon? Nee. Ik vind het... Ik vind het hele verhaal gewoon niet kloppen of zo. Nee. Kijk, er is sowieso gekust. Dus ze hebben wel met elkaar gedaan. En ik vind het hele lapdance verhaal ook zo lomp. Nee, ik heb hem geen lapdance gegeven. Mijn kont is niet in zijn buurt geweest. Maar mijn benen zaten wel in zijn benen. Ik denk, nou ja, wat doen die daar dan? Ik wil jullie even laten zien. Trouwens, ik was dus vandaag weer weg. Toen was ik weer bang dat ik de kaarsen niet had uitgedaan. Maar gelukkig waren ze gewoon wel uit. Ik wil even laten zien wat ik bij Woonstore heb gekocht. Ik heb nog meer van deze takjes gekocht voor in mijn nieuwe vaas. Want ik vond het een beetje, ja, te weinig takjes erin zitten. Dus die komt er ook meer bij. Ik vind deze echt zo mooi. Zit het nou niet zo goed, maar goed. Ik heb nog meer van deze bloemen gekocht voor in de vaas. Want ik vond hem ook nog best wel kaal. Ik wil gewoon heel veel bloemetjes. En Honey vond deze bloemen echt heel erg mooi. Die vind je mooi, hè, Hon? Yes, ik hou ervan. Zij houdt van roze bloemen. Verder heb ik... even kijken. Ik heb zo'n... Ja, wat is het eigenlijk? Zo'n mini vaasje gekocht. Oh, wacht. Kijk. Dit is dus de mini variant van... Van deze. Dit gekocht. Voor mijn kaars. Het ziet er nu heel raar uit zo. Maar het is dus een grote versie. Van. Van dit. Kijk. Dit is de grote versie ervan. I like it. En verder. Hier ben ik heel erg blij mee. Want ik wou al een tijdje. En ik twijfelde elke keer over die kleuren. Het zijn van die... fotolijsten met spiegels erin. Dus over deze fotolijsten. Ik heb er dus twee van gekocht. Kijk, als je er zo naar kijkt, dan lijkt het een beetje blauwig. Zie je dat? Dat bedoel ik dus met verschillende kleuren. Maar je hebt er ook brons en zilver van. Ik wil eigenlijk die brons, want het staat natuurlijk het beste voor bij mij in huis. Maar ik vind dat het ook gewoon mooi erbij staat. Het kan gewoon, toch? Ja, nu vind ik het weer niet. Ik heb hem even zo snel gedaan. Ik vind hem toch een beetje blauwiger uitzien. Hon vindt van die trouwens prijskaartjes er nog in. Want ik ben aan het twijfelen over deze fotolijst. Ik weet het niet. Hon, vind je deze mooi? Of ja, andere halen? Nee, deze is goed. Je moet niet te veel twijfelen. En zo ziet dit eruit. Ik vind het echt heel erg mooi. Maar ik weet ook niet wat ik met dit hoekje nou moet. Moet allemaal een beetje bij elkaar kloppen ook. Kijk, ik vind het wel echt heel erg leuk. Nu er meer takjes in zitten. Het is niet meer zo heel erg kaal. Ik heb net gewoon naar huis gebracht. Ik heb even gezellig gezeten. En ik ben onderweg nu naar huis. En ik ben een podcast aan het luisteren. En die heeft Nessie me aangeraden. Zo groot mogelijk zijn. Het is echt heel interessant. Je dromen niet realistisch. En dat is eigenlijk wat ik doe de laatste tijd in de auto in plaats van muziek luisteren. Fysiek. Zo, ik heb de podcast helemaal afgeluisterd. Het was 40 minuten lang. Ik had iets korter was, maar ik vond het echt zo interessant. En ik ben echt zo gemotiveerd om dingen gewoon te gaan doen hierdoor. Echt fucking interessant. En van Honey naar mij is het maar 20 minuten rijden. Het was 40 minuten lang. Dus ik heb gewoon helemaal omgereden. Ik ben nog langs de McDonald's gegaan. Ik heb even een koffie gehaald om wakker te blijven. Omdat ik het gewoon, ja, fucking interessant. Gewoon helemaal afgeluisterd. En nu pas thuis aangekomen. Echt een aanrader trouwens. Ik zit wat te zeggen. Maar het gaat om deze podcast. Hallo. In mijn vlog. Ik ga vanaf vandaag een dagelijks vlog heb ik aangekondigd. Dat heb ik gehoord. Ja. Wij gaan deze vlog afsluiten samen. Leuk hoor. Mijn stem is een beetje kapot. Zeg maar, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Niet vinden. Vinden. Ze moeten het toch vinden, niet vonden.
Ja, maar je hebt toch gekeken, dus dan is het nog verleden tijd. Ze kunnen toch gewoon nog een leuke vlog vinden? Ja, je kan het wel nog steeds leuk vinden. Ik weet niet of ze dit per se leuk vinden, wat we nu aan het doen zijn, maar... Maar ik hoop dat jullie iets in deze vlog leuk vinden. Ik zie jullie morgen. Dag. Doei.